Heel erg fijn. Ik heb iemand klaarhangen voor de boostplaat. Dat is Ann-Sophie. Ann-Sophie, een goeiemiddag. Goeiemiddag, dag Ann-Sophie. Het is jouw broer die ook nogal veel buiten speelt. Hè? Enfin, ja, spelen. Ja, inderdaad, spelen. Hij speelt buiten. Die is op dit moment in Marokko aan het spelen. Ah ja, wel spelen. Het is heftig sporten dat hij doet. Hè? Dat is... Ja, absoluut. Vertel eens. Ja, hij is nu op dit moment eigenlijk aan het lopen tijdens de Marathon des Sables. Dus je kent dat wel van Tom Testerom. Ja. Elke dag lopen in het zand, door de heuvels, door de duinen. Door de hitte? 250 kilometer in totaal. Ja, door de hitte ook vooral. Ja, ja, absoluut. En heeft hij al heel veel blijnen? Ik weet het eigenlijk niet. De eerste twee dagen was het oké. En gisteren was een zware dag. Maar vandaag was eigenlijk de zwaarste. Vandaag loopt hij 83,4 kilometer. Maar dat is gestoord. Niet normaal. Hoe oud is jouw broer? 26 is die. En die is eigenlijk tandarts. Ah ja. En zo even als hobby even de Marathon des Sables gaan. Voilà, ja, voilà, daar is hij nu mee bezig. Doet hij dat wat goed of doet hij het echt puur om deel te nemen? Eigenlijk was zijn ambitie om de eerste, de beste Belg te zijn. En op dit moment is hij de 34ste op 1200 en deelnemers. Dus hij is goed. Het lukt. Hij is echt fantastisch goed bezig. Allee, goed, maar we gaan een plaat voor hem dan draaien. Hè. Onze boostplaat van vandaag, welke mag dat zijn? Dat mag Born to Run van Bruce Springsteen zijn. Geniale keuze. Komt in orde. Ja, we wensen hem het allerbeste natuurlijk. En Sophie, hou ons op de hoogte. Hè? Hou ons op de hoogte hoe het... Ja, je kan hem volgen op zijn Facebookpagina. Karel Sabbe Ultra Running. En daar vind je alle verslagen van alle etappes dat hij al gedaan heeft. Perfect. Komt in orde. Dag Ann-Sophie. Salut. Bedankt voor het steunen. Yo. You make us cute. Show.
nodig dan een boostplaat om je dagelijkse namiddagtipjes te overwinnen? Vraag jouw vleugels op redbull.be.